1-3, 4-3. En is er nog meer? Ja, er is nog meer, iets kleins. Meneer Hak die kocht laatst een brand heeft gedaan nadat ze de winkel had verlaten. Nou, het is dan toch slimmer denk ik om gewoon in... Blijf te bellen, consumentenproblemen, gratis tot een uur na de uitzending. 0800-1343. Volkswagen wil slechts op papier reageren, hoewel Volkswagen toegeeft dat er een technisch probleem was met de achteruit. Wilt u graag een nieuwe Volkswagen ruit? Ik heb een prima achteruit nu, van, ja. Want ja, je weet maar nooit met een ruit van Volkswagen. Dat Volkswagen enerzijds tegen ons zegt, het is een incident, en dat ze dan toch zo terughoudend zijn in het beloven van gewoon het betalen van de schade. Als assuradeuren daarop gaan reageren, want ik neem aan, vergoed. Ja. En daar komen ze vast op terug, dat weet ik zeker. Goed, de verzekeraars gaan tellen, misschien gaan mensen thuis ook tellen. Buiten die verzekeraars, als u hetzelfde heeft meegemaakt met een Volkswagen Passat, laat het ons dan even weten. 0800-1343. WNF-leden die vinden dat het WNF wel in actie moet komen en die het Wereld Natuurfonds willen mailen, kunnen dat doen via onze website www.trosradar.nl. En daar kunt u ook de overige beelden van de zeehondenjacht bekijken. Cindy, is er gereageerd vanavond? Ja, flink. En voornamelijk toch over de... Volgens flink induiken, zou ik zeggen. Ja, goed. Dat is een goed idee. Goed. Denkt u niet, er zijn al reacties binnen, dus hier laten we het bij. We willen het graag weten. Dus als u ervaringen heeft met Volkswagen en het glas daarvan, belt u ons 0800-1343. De douche voor een goede of een hele slechte service wordt deze week uitgereikt door de familie Hagens uit Breda. Zo hartverwarmende levenslange service en wat mij betreft heel terecht een warme douche. Wilt u ook een warme of een koude douche uitreiken, dan kunt u tot een uur na de uitzending bellen met de redactie 0800-1343. En dit was het voor vanavond. Volgende week zijn we er weer. U kunt op ons rekenen.